Ik heb zo een roodwangschildpad dat in het water zit, in het vijverke buiten, zo'n kleintje. Ja, ja, die heb je van ons mama gekregen vorig jaar, voilà. Vorig jaar met mijn verjaardag. Ja, en ik geef dat altijd gewoon eten. Zo, ja. Uit mijn handen, dat is geen probleem, maar ik heb dat nu een keer hesp gegeven. Een stukje vlees. Aan een schildpad? Ja, maar ik heb de indruk sinds dat ik die eten, dat ik die vlees gegeven heb, ja, dat die een agressiever is geworden. Ja. Misschien zit hij u gewoon constant eten en denkt je dat je zo, nee, zo moet dat eten. Is, dat, is waar, dat is niet waar. Nee, maar, ja, maar sinds dat ik dat vlees gegeven heb, elke keer komt hij precies op mijn vinger. Zo, ik denk dat ik een monster gecreëerd heb. Alpha 110 voor de dispatch. Alpha 110 luistert. Begeef jullie naar de Vlinderstraat. Ter hoogte van het huis nummer 23 is blijkbaar een paard gestolen. De eigenaar is net thuisgekomen en heeft het diefstal vastgesteld. Over. Vlinderstraat, een paard gepikt. Wij gaan we zijn onderweg, dispatch, dank u. Een paard gestolen in de Vlinderstraat. We hebben een oproep gekregen van dispatch. Er zou blijkbaar in de Vlinderstraat een paard gestolen zijn. Nu, ja, dier dat wordt vaak gestolen. Meestal zijn dat honden of katten. Ja, dat is makkelijk meegenomen, hè, maar een dier kost veel geld. En dat kan ook anoniem gebeuren. Dat beest kan niet zeggen van waar het hem komt. Nu, in dit geval is het een paard. Ik denk dat we gewoon even moeten gaan kijken wat het er aan de hand is. Want dat paard kan ook ontsnappen, maar bon, we zullen eerst eens gaan zien. De Vlinderstraat. We transporteren. Dat paard, dat krijg je toch zomaar niet in de auto gestoken. Dat gaat ook niet zomaar braaf mee, denk ik. Hier rechtdoor dan. De ja, ja, zo, en dan mee volgen. Ja, bon, ik zei het, laat ons eerst zien. Welke nummer was dat? Ja, dat is 10. Hier is... Er is nog maar een bekken. Kijk, hier is een wijk. Ah, hier 23. Ah, oké. Zet wel maar eens even gezien. Het zal in die wijze dat waarschijnlijk dat paard gepikt is. Ja, gepikt. Of weggelopen, hè. Lotte, ik heb het al een keer meegemaakt dat een eigenaar bij ons kwam zeggen van ja, mijn paard is weggelopen en het was gewoon uitgebroken uiteindelijk. Dus, kan ook, hè. Ja. Kan, hè. Kan. Goedendag. Meneer, hallo. Meneer, lokale politie. Je hebt gebeld in verband met een paard dat gestolen is. Ja, dat klopt. Toen ik thuis kwam, was Igor weg. Wie? Igor. Dat is mijn paard. Ah, oké, de naam. En waar is dat gebeurd dan? Normaal staat hiernaast in de wei. Maar ja, nu stond het er niet meer. Okay. Kunnen wij ze in die wei gaan zien? Ja, dat is geen probleem. Ja, kom, volg maar. Ja. Ah. Doorgeknipt. Ah ja, oké, effectief. Dat paard is dus niet... Wij dachten, het zou kunnen dat weggelopen was of uitgebroken, maar dat doet het paard niet. Hè. Dat is doorgeknipt of zo, weet toch? Oké. En uw paard, kun je dat beschrijven hoe dat eruit ziet? Ja, ja, dat is gemakkelijk. Het is het kleinste paard van België. O, dat is een pony dan? Nee. Het is een paard, maar 64 centimeter. 64? Dat is lekker als een Barry dan? Dat kan even doen. Klein. Een volwassen, of hoe moet ik dat zien? Ja, dus 3 jaar is het. Maar ik zal een foto gaan halen. Ah, wel. Ja, binnen zo'n foto. Ja, ja. Gaat er even al een soort. Paard van 64 centimeter. Normaal is dat een pony, maar ja, wacht, dan ziet dat een kapot gedaan. Hè. Ja. En de rest van de dieren nemen ze niet mee, dus het moet echt om dat paard gegaan worden. Ja. Ja. En heb je die foto ook digitaal? Ja, op de computer kan ik die wel, ja. Ik ga u mijn kaartje geven, dan moet je die foto ook een keer doorsturen. Mijn mailadres staat er onderaan op. Ja. En dan gaan we daar een opsporingsbericht mee maken en al op onze Facebookpagina zetten. Goed. Weet je wat ik anders zal doen? Ik heb een Barry mee. Kan ik die in de karat dan, dat hij iets vindt of zo, weet ik veel wat. Nee, we weten inderdaad nooit, hè, die ons sporen pikt. Ik zal eens even gaan halen. Kan ik even mijn collega's al contacteren dat ze een oproep online zetten? Ja. Dispatch, wij zouden een oproep moeten plaatsen over een vermist paard op onze Facebookpagina. We gaan u dadelijk een foto doormailen en als je dan al een oproep kunt posten, het paard heet Igor en is 64 centimeter hoog. Oké, daar zorgen we voor. Over en uit. Dank u, dispatch. Voilà. Meneer, ga jij maar terug naar binnen, want anders gaat het misschien in de weg lopen. Moesten we nieuws hebben, geef u een seintje, oké? Okay? Ja, en okay. Voor u zelf, moest iemand u bellen, je weet nooit. Ja, okay? Ik contacteer mail dat door. Hè? Ja. Dank u wel. Dank u wel. Dag. Barrieke. Hey, kom aan, Barry. Zoek ja, Igor. Dat is links, hè. Oh nee, daar is dat. Nee. Dit is toch hier gewoon, hè? Blijf hier staan.
Ja, misschien heeft iemand dat paard dan inderdaad in een auto gestoken. Waarschijnlijk en vermoedelijk. Ik denk wel dat dat zoiets gaat zijn. Het kleinste paard van België is gestolen, terwijl dat hier in de wei stond. We zijn er zeker van dat het gestolen is en niet uitgebroken, want het slot waarmee de poort van de wei was vastgemaakt, dat is kapot gemaakt. Het is in elk geval een heel speciaal paard, want het is maar 64 centimeter groot. En op onze Facebook ook nog geen reactie. Nog niks. Geen likes of niks. Pas op. Kom hier, maar ik ga aan de kant. Ja, kom hier. Ik weet ook niet. Ik ben aan het denken, zolang we geen reactie krijgen op die Facebook-post en we vinden hier niet echt. Ik weet het niet. Mooi. Ja, ja. Wat ik jullie zie. Zit. Meneer, wat is er aan de hand? Sorry, ik ben Peter, ik ben de buurman. Nee, ik kom hier toe. Jij woont hier rechtover? Ja, ik kom hierover. Ja? En ik kom juist terug thuis. En ik zie een vrouw dat ik niet ken. Die pakt dat mini-paardje dat hier staat vast. En die duwt dat mini-paardje in de koffer van een auto. Dus ja, ik ben er gewoon achter gereden. En waar is die gereden? Ja, die is ginder gereden richting de Wilgestraat. En daar is ze dan gestopt. En dan ben ik nu even teruggekeerd. Ik kan dat even melden aan Willy, hè, de baas van het. Ja. En het toevallig van de auto waar ze mee reed, een nummerplaat of zo? Ja, ik vond het wel belangrijk. Want... Je hebt dat genoteerd. Dat is keigoed. Ja. Het is dat middenweer zin, omdat Willy had ons opgebeld voor dat te melden. Ja. En? Zit. Hey, Willy. Daai. Igor is gepikt. Ja, ik zag het, man. Ik heb alles gezien, maar ik ben direct achter gereden. Oh. En tot waar heb je moeten rijden? Ze is gereden naar de Wilgestraat. Ja. De Wilgestraat? Ginder is ze gestopt en dan ben ik even naar hier teruggekeerd. Ik heb juist alles gegeven. Ja. Ik ga er direct naartoe. Meneer. Even rust. Kalmeert eerst even. Het is beter dat jij hier gewoon thuis blijft. Als we Igor vinden, dan bellen we u en dan kun jij hem komen ophalen. Ja, ik moet niet met de trailer nu meer rijden. Nee, nu moet jij gewoon even naar huis gaan en ons het werk laten doen. Ja. Oké? Ja. En voor u ook, meneer. Bedankt voor alle info, maar het is ook best dat jij naar huis gaat. Ja. Dat wij rustig even kunnen gaan kijken. Ja, ik hoop echt dat je hem vindt, want of gaan we dat paard? Dat hopen wij ook, maar wij gaan nu vertrekken. Dan. Dikke merci. Mag ik al vertrekken nu? Ja, goed. Ja. Dank u. Dag. De buurman heeft gezien dat een vrouw dat paardje in een busje heeft gestoken en dan is daarmee is weggereden. Hij heeft die achtervolgd, hij heeft dat gezien waar ze naartoe gereden is en is dan teruggekomen om de Willy hier op de hoogte te stellen. Wij gaan er meteen achterna. Ja, je moet toch maar chance hebben als je zo'n buurman hebt, een alerte buurman, dat alles gezien heeft. Want hij lost het wel voor een stuk op, hè. Dat is een feit. Het is dat hij zijn kop in het zand steekt en zegt van wow, ik heb het niet gezien, ik heb er niks mee te maken. Kun je alleen maar op hopen dat je zo'n buurman hebt. Dat is. Wil je trouwens eens op mijn gsm checken of dat ze iets hebben laten weten van die nummerplaat van die wagen? Dat was 1 DFO 306. De nummerplaat staat op naam van 40-jarige vrouw, Ere Els de Winter. Zij werkt als thuisverpleegster en ze ingeschreven de Wilgestraat 14 Wilgestraat. Dus dat klopt wat dat je mens zei, hè? Ja. Nee, dat hij in de Wilgestraat... Dus je hebt dat busje tot daar gevolgd. Dus... Els de Winter, Wilgestraat 14. Gaan we naar hinder? Ja. Bon, is goed. We hebben daarnet een oproep gekregen van de eigenaar van Igor. Dat is eigenlijk een klein paardje. Dat paard was gestolen uit de wei. Gelukkig heeft een overbuurman dat zien gebeuren, heeft hem met mijn vrouw gezien dat paardje in een bus gestoken, in een busje. Is daarmee weggereden. Hij heeft die achtervolging ingezet. Hij heeft dan een vrouw kunnen volgen tot in de Wilgestraat. We hebben nu die nummerplaat kunnen checken, dat hij ons heeft doorgegeven. En op basis van die nummerplaat weten we wie dat paardje gestolen heeft. En daar zijn we nu naartoe op weg. Crazy. Het chance dat hij mensen dat gedaan heeft, want anders hadden we niks. Hé? Ja. Zo, mensen. Ik, maar pas op, ik ben nu wel zo, een paard, maar een heel klein paardje, 64 centimeter. Dat is kleiner dan een barry. Ik kan me niet inbeelden hoe dat eruit ziet. Dan ga ik gerust nog. Ik zou daar wel een foto kunnen meebrengen. Zou dat mogen? Ja. Maar daar alleen eerst werken. Hè. Wachten. Een kruis. Ja, ik ook. Kom direct een barry pakken, hè? Ja, dat is goed. Als hij effectief zo wat gaat pikken, doe je hem open als je wilt. Als hij effectief gaat pikken, dan kan hij wel zo doen. Ken dat? Ja, dat is dat. Nee, ik heb een keer nergens een wei waar je een paard zou kwijt kunnen of zo. Ja, nee. En ook geen paardje natuurlijk. Nee. Kom dikke. Goed. Zit. Ja. Ja? Hallo? Dag mevrouw. Lokale politie. Ja, iemand wil naar binnen. Hè. Lokale politie, wij zijn hier omdat er in de Vlinderstraat een paard gestolen is. De man die recht over de wei waar dat paard stond, woont, die heeft gezien dat u met dat busje dat paard hebt gestolen. Oh, mevrouw!
Koen. Hé. Hey. Mevrouw. Mocht naar buiten komen, nu. Goed naar buiten. Mocht u even tegen de muur zetten? Kom, ik ga naar binnen gaan zien. Ja. Armen gespreid, alstublieft. En even blijven staan. Lotteke? Ja? Zeg. Mocht naar binnen gaan, geen onverwachte bewegingen. Mocht richting mijn collega gaan. Hoe gewerkt ze, man. En Igor zit hier, zeg. Ziet. Zit. Ja, mevrouw. Leg het maar uit, hè. Ja, ik ben vorige week gaan wandelen en ik kwam aan de wei en ik zag dat paardje staan. Zo kei klein. Ik vond dat zo schattig. En ja, ik moest dat echt hebben en ik heb dat vandaag uit de wei gaan halen. Ah ja, omdat dat schattig is, heb ik me gaan halen. Ja, ik moest dat hebben, dus... Ah ja, dan moet je het maar even gaan pikken. Nee, ik vind dat niet, dat pikken is. Allee, ik wil dat beestje een tweede thuis geven en dat gaat heel veel liefde van mij krijgen. Ik heb dat niet gepikt, hè. Hé, hey, Basiel. Goeie, rustig, hè, jongen. Dat hondje, van wie is dat? Dat is mijn hond. Uw hond, of heb je die ook gepikt? Ik werkte als thuisverpleegster bij een hele oude mevrouw. En ja, die kon daar niet voor zorgen, dus ik heb die meegenomen. En ik zorg daar heel goed voor. En ik ga daar 3 keer per dag mee buiten. En het is tijdens die wandelingen dat we dat schattig paardje zijn tegengekomen. Ja. En... Hij heeft ook maar meegenomen. Ja. En je vindt dat normaal, precies? Ja. Dat mag niet, hè. Beesten pikken als nergens tegen misdrijven, hè, juffrouw. Allee, ja. Nee, ik vind dat niet pikken, eigenlijk. Jij vindt dat niet pikken? Eigen dieren. Mevrouw, dat is diefstal. Dat zijn dieren van andere mensen die jij gewoon hebt meegenomen. Dus wij gaan u nu ook even meenemen. En dan mocht jij dat allemaal eens uitleggen. En dan gaan we er een PV van maken. Mocht mij volgen. Kom maar hier, gewoon vliegen. Een selfie pakken met dat paardje. We hebben het gestolen paard teruggevonden. Blijkbaar had deze mevrouw het paard gestolen omdat ze het schattig vond. Nou ja, als iedereen alles gaat stelen wat ze schattig vinden, dan is het einde wel zoek. De paard was trouwens niet het enige dat mevrouw gestolen had. Ze heeft ook nog toegegeven dat ze vorig jaar een hondje gestolen heeft van een dame waar ze bij werkte. Beide eigenaars gaan heel blij zijn dat ze hun huisdieren terug hebben. Ja, foei, foei, dat is flink. Kom, paardje, een hond. Ja, foei, Barry. Dat is flink, zei ja. Ja. Oh. Ja, dat is flink. Dat is een paardje, hè. Foei, hè. Dat is flink, hè. Dat is de Igor, hè. Voilà. Goed gewerkt, hè. Je hebt die gevonden.